Jannie Kogelman. Ik ben gedeputeerde economische zaken van de provincie Flevoland. En we zijn hier bij Boer Kok, waar we de finale van de challenge voor het menu van de toekomst meemaken. Eigenlijk denken we in Flevoland al heel erg lang na over hoe kunnen we de Flevolandse boeren die zulke fantastische producten maken, nou meer in verbinding laten komen met die eindgebruiker, de consumenten. Ik ga even het start zijn geven en dat betekent dat jullie klaar mogen gaan staan en we gaan beginnen met koken. Ik ben Irma van der Meij van Kip en Ei Dubbelop, de Kemphaan in Almere. We hebben een recept gemaakt heel dicht bij onze eigen keuken. We heten Kip en Ei en ik heb het ei van het kip genomen, een van de polderhelden zeg maar. En we werken dan met biologische eieren en daar heb ik een soort boerenomelet van gemaakt, maar dan in de pioniersgeest. Pionieren vinden wij gewoon iets wat bij het keukenvak hoort. Je moet altijd vooruitkijken, wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de nieuwe producten. Maar zeker werken met producten dicht bij huis, dat is voor ons heel belangrijk. Lokale producten, het liefst zo bij de boer weghalen, is fantastisch. Ik ben Hillebrand Koning van de provincie Flevoland. Ik ben programmamanager Floriade en opdrachtgever voor deze challenge. Deze challenge laat eigenlijk zien dat je in Flevoland wel soja kunt telen of veldbonen of paddenstoelen of walnoten. Maar dat je ook aan de achterkant de consumenten zover moet weten te krijgen dat ze het ook lekker vinden en gaan waarderen. En voor ons was het een hele logische manier om daar de Flevolandse horeca bij te betrekken. En dan niet met de vraag van wilt u nou uw hele menukaart omgooien, maar wilt u één gerecht aan die menukaart toevoegen dat voor 80% uit plantaardige eiwitten bestaat. Er zijn 3 masterclasses geweest waarin we ook de koks hebben meegenomen in wat het betekent om meer plantaardig te gaan koken. En we hebben de chefs ook in contact gebracht met Flevolandse boeren. Want de chefs komen uit Flevoland en de boeren komen uit Flevoland en toch weten ze elkaar niet altijd te vinden. Het mooiste resultaat is dat we hier een hele mooie verzameling van Flevolandse koks hebben die met die regionale producten van Flevolandse boeren, plantaardige producten vooral, maar een menu van de toekomst hebben gemaakt. En dat is natuurlijk nu de opgave om met elkaar te kijken hoe brengen we dat naar de consument en hoe gaan we dat meer schaal geven en meer impact. En dat is de volgende opgave. We hebben gekozen voor het taartje van Eva en Eva. Thank you.